Hallo, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Joke en ik neem je graag mee in mijn leven van alle dag. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. Veel kijkplezier! Het is donderdag 28 juli. Ik wil vanmorgen eerst eens even flink in de tuin bezig. Want ja, sinds de begrafenis van mijn moeder heb ik niet echt meer wat in de tuin gedaan. Ik heb af en toe even het onkruid geplukt. Af en toe even een beetje dode bloemetjes weggehaald. Maar dat is het ook wel. Oei, en een keer gras gemaakt. Maar langs de sloot, daar wil ik nu toch echt even wat aan doen. Want daar groeit zoveel onkruid en zoveel dode bloemen. Zo, we hebben gisteren voor een blik nodig. Even ik moet die emmer ook een keer uitmesten. Ik heb zo'n emmer. En daar heb ik al mijn handgereedschapjes voor in de tuin in zitten. Maar ik zie het wel. Inmiddels ook een hoprommelpotje. Die zal ik ook bij de kwart eens een keer schoonmaken. Even kijken. Die moet ik ook even meenemen. Dan pak ik zo de kruiwagen er nog even bij voor de rommel. Ja, dan kan ik aan de slag. Ik bedenk me nu ineens, en dat is misschien ook wel een goed idee, dus om mijn spulletjes eens een keer bij de weg te zetten. Ik heb een aantal dagen niet gedaan, omdat het toch steeds kon regenen. Dus misschien moet ik dat eerst maar eens even gaan doen. Even de tafel weer schoonmaken. Even spulletjes opzoeken. Ja, ik denk dat ik dat eerst even doe en dan in de tuin bezig ga. Ja, het is wel tijd dat ik hier een keer weer doorheen ga. Hier uitgebloeide bloemen even uit. Er zijn allemaal onkruidjes tussen. Hier uitgebloeide bloemen even uit. Even, hè? Hier zit wel heel veel onkruid tussen. Ja. Ik kan me hier wel even van maken. Het blijft mooi nu, hè? Veel beter. En met al dat riet ertussen. Oh, die paarse bloem daar. Mooi, hè? Ja, daar knapt het wel weer van op, hè. Ik ben nu bij de spirea. De knoppen zitten er ook in. Maar deze rommel. Er groeit zoveel van hier. Wat het precies is, ik heb geen idee. Het is alleen rommel, want het groeit overal. Er is er nog een aardbei tussen. Ja. Hier ben ik nog wel even zoet. Maar als het dan straks klaar is, dan zie je tenminste ook resultaat, hè? Ja, dat dan weer wel. Oh, erg. Ik heb het niet erg goed bijgehouden in deze kant. Kijk nou, een babykikkertje. Wat een lieverd. Leuk, hè? Nu is de spirea weer goed te zien. En dit struikje, boompje, had ik er eigenlijk uit willen halen. Maar er zitten rupsjes in. Heel kleintjes. Ze hebben er ook al flink in gegeten. Nou, ik laat hem nog wel even staan tot de rupsjes klaar zijn. Haal ik hem er dan wel uit. Even kijken hoor, ik zie ze hier. Ik weet niet of ik ze... Ze zijn maar zo klein. Of ik ze scherp kan maken. Ik denk het niet, hè? Daar zitten ze, daar. Nee, in ieder geval, ze zitten daar.
En de rest is ook klaar. Ik zal niet perfect elk onkruidje eruit hebben. Maar de rode bloemen zijn eruit. En nu kun je tenminste weer zien wat er staat. Die rus heb ik helemaal even afgeknipt. Die komt wel weer terug. De pinus te dooien, bloemen, zaden eruit. Deze doet het ook goed. Het roosje bloeit nog. En helemaal onderin zit ook nog een knopje. Twee knopjes daar. Daar zit een holletje onder de dakpan. Geen idee waarvan. Misschien wel een mol. Daar gaat de mol zo op. Tenminste, de mol. Nou ja, gang. Ja, beter zo. Hé, ja hoor. De rupsen zijn er weer. Het zijn er weer enorm veel. Ze hebben ook al lekker gegeten. Ze hebben het nog niet op. Er is nog meer. Oh, daar ging ze ook. Vrijdag 29 juli. We zijn net terug van de 3 wekelijkse boodschappen dit keer. Oh, wat heb ik veel. Nee, ik heb mijn diepvriespul opgeruimd, maar nu ga ik eerst even de dingen bij de weg zetten. Ja. Yeah. Beetje krapjes. Een grabbeldoos. Eerst even koffie drinken en dan ga ik weer verder in de tuin. Want ik wou toch eens even kijken of ik even wat van die stapel stenen van het pad kan halen. Ik weet nog niet precies waar ik ermee heen moet, maar goed. Ja, ze moeten toch maar eens even van het pad af. Dan lijkt het dan weer een stuk netter. Even onkruid weer tussen de tegels liggen daar. Dus ik denk dat ik dat straks maar eerst eens ga doen. Of ik ga gras maaien. Dat moet ook nog. Druk, druk, druk. Ja, of ik maak mij druk. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb de oude kleren weer, hè? Maar voordat ik met die stenen en zo aan de slag ga, dan ga ik eerst eens hier wat stokken bij zetten. Sommige hangen zo scheef. Het zou zonde zijn als ze omvallen. Dus dat ga ik nu eerst even doen. Ja, het lijkt misschien niet zo mooi met de stokken. Maar nu staan ze er misschien een beetje rechterop weer. Dan kunnen ze niet knakken. Hoop ik. Dus dat gaat goed, hè.
je witte. Ja, leuk dat ze nu bloeien. Kan Patrick ze ook weer zien? Dit is ook wel een hele mooie kleur trouwens. Maar ja, deze ook. Eigenlijk zijn ze gewoon allemaal mooi. Ja. Maar nu. Die witte dan. Wat een bloemen, hè? Ik heb bij deze ook maar even een stokje gezet. Had er toch wel moeite mee om zelf weer overeind te komen. Maar nu wil ik hier even wat aan doen. Ja, deze stapel stenen laat ik nog maar even staan. Maar die twee, die wil ik daar eens even weg hebben. En ik wil daar een beetje opruimen. Dus alleen met mijn bult zand. Want ik wil daar eigenlijk containers hebben. En nog een extra stoepje maken dan, zodat ik goed bij de containers kan komen. Zonder het zand te moeten. En dan wil ik eigenlijk die schutting. Deze, hè? Denk ik hoor, ik weet het nog niet zeker. Dat ik die hier neerzet. Zodat de containers mooi achter die schutting staan dan. Denk ik hoor. Dan zijn die mooi weggewerkt. Of dat ik er een mooie grote plant iets neerzet of zo. Dat zou ook nog kunnen. Maar goed, dat dus wil ik vandaag gaan doen. Ik zit nog even te denken wat ik met dat zand naartoe moet. Dat ben ik natuurlijk nog nodig voor mijn stoepje. Dat hier vandaan, daar vandaan, naar de garage moet. Ja. Yeah. Ik ga even nadenken. Zo, dat geeft meteen een ruimte. Het lijkt dan veel groter hier. Die stapel stenen zou ik laten staan. En ik zou daar nog wat doen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik denk dat het verstandig is dat ik eerst het stoepje ga maken daar, naar de garage toe. Zodat ik het zand daar direct kan gebruiken. Het stoepje daar naar de konijnenren moet ik nog even weer netjes maken. En dan weet ik wat voor zand ik over heb, wat ik hier nog weer kan gebruiken om een stoepje te maken. Maar ik vind het wel een mooi opgeruimd zo. Onkruid weer tussen de tegels van de... Veel beter. Wat is dat toch elke keer als ik gras wil maaien? Ik was net aan het gras maaien en toen ging het weer regenen. Laatst ook al. Ja, helemaal super droog is het nog niet, geloof ik, maar... Ja. Raar hoor. Ach. Nou ja, ik denk dat ik maar even verder ga maaien. Volgens mij moet het nou wel weer kunnen. Het soepje werd net ook een beetje nat. Maar goed, dat is inmiddels ook alweer droog. Oh. Drink eens bakje van de vogels. Zit niet heel veel meer in. Doe ik daar straks ook even nieuw water in. Als ik gemaaid heb. Nou. Ik ga nog eens een poging doen. Nou, het grootste gedeelte is eraf. Achteraan nog niet. Ik wou ook wat klavers daar laten staan, dus dat had ik sowieso gedaan. Maar het regent nu toch echt wel een beetje. Je kunt de stoep wel zien. Ja, de meloenperen, ik weet het niet. Ik doe vast iets fout. Ik had ze van de winter op moeten snoeien, zag ik laatst. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Dus dat ga ik nu van de winter maar wel doen. En dan denk ik dat ik ze volgend jaar gewoon in de volle grond ga zetten. Kijk wat ze dan doen. Het is zaterdag 30 juli. Ik zet mijn droogmolen neer. En ineens is daar een kikkertje. Een beetje uit de richting. Ik weet ze wel te vinden, hè, die brugjes. Ik kom hier net vanaf. En een rondje aan het fietsen.
deze is gelukkig niet zo steil. Dit ging een stuk makkelijker. Dit is die brug waar ik wel eens overheen fiets. En dan kun je dus halverwege af. En dan kan ik een rondje om het meer gaan fietsen. Dat was mijn idee. Heerlijk, wat een rust. Net daar aan de overkant, daar fietste ik net nog. En nu ga ik die kant weer op. Nou, zo net was ik daar, ongeveer recht tegenover mij, zeg maar. Aan de overkant. Het waait gelukkig niet zo hard. Dat is wel fijn. Er zitten trouwens nog niet heel veel insectjes. Dat valt mij ook heel erg mee. Ik heb na het eten vanmiddag gras gemaaid hierachter en hiernaast. En toen dacht ik, dan ga ik nu even lekker buiten zitten. Ik heb kussens in de bankjes gedaan. De tafel staat inmiddels ook buiten. Ik ben maar weer binnen gaan zitten. Het is allemaal dondervliegjes. Het kriebelt aan alle kanten. Nee, dan maar binnen zitten. Want ik was uit Raymond zijn boekje begonnen te haken. Hoe? Het lijfje? Een kop? Ik moest heel zuinig gaan doen met mijn grijs. Nu ben ik met het voorpotje bezig. Een heel klein randje grijs aan. En bij deze ook. En dit is het draadje wat er nog over is. Nu is het grijs ook helemaal op. Dus de achterpootjes worden maar gewoon zwart. Oh ja, en... Oh, twee oortjes. Hè? Eén oortje zit daar nou voor wits op. Oh, een pluisje. En nog een oortje. En er zitten hier ineens een stuk of drie van die hele vervelende, dikke bromvliegen te zoomen. Ze moeten wel. Wat hebben die beestjes vandaag? Het gaat hier binnen trouwens ook goed met de plantjes. Kijk die ook eens gaan. Geweldig, hè? Ik heb een paar alweer overgepoot. Die had ik ook overgepoot en ik had stekjes eraf gehaald. En die heb ik gewoon in het potje gestopt. Hier. Dus dat zit een beetje... Ik weet niet of dat wil. Dit hier groeit ook allemaal zo mooi. Ja, het gaat goed. En ook hier in de kop en schotels groeit het mooi. Ik ga even een stukje haken. Wil ik je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag in een volgende vlog.